geven ze. Jullie pakken uiteindelijk een punt en misschien, en dat klinkt gek, na de eerste 45 minuten had er meer in gezeten. Ja, op basis van de tweede helft wel, niet op basis van de eerste helft. Want toen vond ik dat we wel heel erg makkelijk de goals weggaven. En bijna op een uitzichtloze afstand werden gezet. En op basis van de tweede helft zeg ik ja, met wat meer overleg en iets meer doeltreffendheid. Maar dat is ook een beetje ons probleem. Dan had je de wedstrijd ook kunnen winnen. Hoe heb je op de bank gezeten in de eerste helft? Waarin je ja, ballen verspeeld ziet worden, waar ook de 1-0 uitvalt, maar ja, ook kansen. Met name voor Tiga Douini, dat je denkt van hoe is het in godsnaam mogelijk? Ze schuiven gewoon de bal bij de tegenstander in de voet. Nou, ik moest zeggen, ik heb prima gezeten. Dit was een hele prettige bank om op te zitten. Maar dat was puur alleen fysiek. Maar als je zit te kijken, en ik zie de eerste goal, dat is gewoon ja, een hele simpele aanname op middenveld met Sean. Ja, zo'n bal mag je nooit verspelen. De tweede goal wordt ook weer uitgegleden, makkelijk uitgespeeld. Denk ja, als je zo verdedigt, dan wordt het moeilijk om een keer een wedstrijd te winnen. En er gingen zoveel dingen fout. Ook de manier waarop we veel sneller druk wilden zetten, gingen fout. En dat klopt eigenlijk niet veel van wat we al af hadden gesproken. Ja, en dan moet je in de tweede helft ga je meer risico nemen. En je haalt Josie Mar eruit, want je wil dan van achteruit. Ik vond dat we de eerste helft ook van achteruit, vond ik dat we eigenlijk initiatiefloos waren. De bal maar breed en weer terug en weer breed. En dan elke keer, de keeper raakte geblesseerd, Philip. En dan nog de terugspelen op een keeper. En dan denken we als ja jongen, dat kan niet, weet je. Dus nou, toen hebben we Peersman en dan Ricky erin gebracht. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, dan heb je wel ineens veel meer voetbal erbij. Heb je geen spijt? Troost de Kong zei ja, misschien hadden we gewoon zo moeten beginnen. Heb je niet spijt dat je niet zo begonnen bent achteraf? Nee, want ik was vorige week ook tevreden over de ploeg die ik gezien heb. Alleen je ziet wel dat zij zijn in balbezit natuurlijk gewoon heel goed. En dat hadden wij in de tweede helft zeker nodig. Dus zij vielen prima in. Dus daar was ik heel erg tevreden mee. En de ploeg ook, dus dat is alleen maar goed. Wereld van verschil tussen beide helften en een slotfase die dan bloedstollend is. Het golft over en weer, waarin jullie, ja, nog, je zegt het zelf ook al, met wat meer overleg misschien de 2-3 nog zelfs meer kunnen maken. Ja, maar dat is dan ook kwaliteit, hè? Dat het overzicht blijven houden in de 16. Maar ja, je kan overal op elke slag zout leggen, maar als je ziet met wat een bezieling ze lopen te voetballen. 2-0 achter en je staat allerlaatste met een uitzichtloze achterstand. En als je dan zo kan knokken in de tweede helft, nou, dan moet je er alleen maar heel erg blij mee zijn als trainer zijn. En ja, met zo'n ploeg die dat op kan brengen, want welke ploeg doet dat? En dan bij Vlaag ook nog heel goed voetbal speelt. En de agressiviteit alleen. Ja, in de laatste fase iets meer overzicht, misschien wat sneller beslissen, een betere aanname. Ja, er is wat dat betreft nog wel een hoop te verbeteren. Maar ach, ik ben tevreden met een punt. We hebben er niet veel aan eerder gezegd. Maar je helpt Excelsior. Wat zeg je? Je helpt Excelsior. Ja, oké, ja, maar we lopen wel in. We zijn een puntje ingelopen nu op de stand. En een kinderhand is gauw gevuld, zeggen ze dan. Maar we lopen een puntje in op Co-Ed. Als die morgen verliest, staan we op 7 punten, geloof ik. Nog niet veel, eerlijk gezegd, nog niet veel. Maar ja, we kijken gewoon even de positieve dingen, joh. Hectische slotfase. Misschien wel een rode kaart moet er vallen bij een overtreding op Biekman. En dan zie ik ook langs de lijn, jij bij de vierde man staan, Maas kan bij de vierde man staan, Schiedammer en Rotterdammer, die elkaar kennen en die dan een beetje een verbaalde strijd aan gaan. Nee, helemaal niet. Nee, ik vroeg hoe lang die nog door liet spelen. Want ik dacht dat er ook nog een derde helft achteraan kwam, weet je wel. Ik stond om horloge te kijken en ik denk, nou, ik hoop dat we dit millennium nog stoppen met die wedstrijd. En dus dat vroeg ik al. En hij zei dat het al tijd was. En hij liet doorspelen. En toen kwam Maaskant zeggen dat er nog zeker 5 minuten bijgeteld moest worden. Dus dat was niks, joh. Ik heb Robert met 3 jaar met hem gewerkt. Heel fantastisch. Dus dat betreft zijn we gewoon goede vrienden. Tot slot, je mocht wel blij zijn dat het bij rust maar 2-0 was. Hè? Met name Tiga Douini had kans op kans. Nou, zij krijgen inderdaad een paar hele grote kansen, hoor. Dat moet echt was zo slordig af en toe. Aan de andere kant krijgen wij ook een aantal behoorlijke mogelijkheden. Hè? Het wordt al gauw gezien dat wij helemaal, maar we hebben ook in de eerste helft goede kansen gehad. En daar doen we zo weinig mee. Hè? Dan volgt er een slap schotje of een schotje of in de keeper's handen, weet je wel. En denk was ja, het is ook leuk als die bal eens een keer tegen dat net dan kon. Maar dat was gelukkig in de tweede helft, dan hebben ze voor het laatst bewaard. Misschien het beste. Kleinste man van het veld scoort, hè, met het hoofd. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, oké, maakt niet uit hoe groot ze zijn, dat... Het is prima zo. Ik ben tevreden met wat ik gezien heb in een zekere tweede helft. Eerst zelf niet. Dus maar een puntje. Bij NAC uit is dan niet slecht.